Ja. Dit wordt heel moeilijk, want mijn Mac is bijna aan het instorten. Maar ik heb Jörg Gliesman aan de lijn en we gaan het fijn hebben over de Bijbel. Jörg Gliesman is een polyglot, want hij kan Frans, Duits, Engels, Vlaams en ook de Nederlandse G. Ja. Ja, dat laten we eerlijk zijn, Jörg. Ja, dat is belangrijk voor de G-punt. Even op zoek naar schermdelen. Ja, ik wou zo zeggen, dat moet ik nog doen. Ja. Dat is mooi voor de mensen om dat even te zien. Oké, nu ga je het scherm zien. En ik heb mijn Google met de King James. Genesis 6. Kan je dat zien? Mm-hmm. Mooi. We waren net al begonnen voordat mijn Mac in elkaar stortte. En toen wilde jij... Want we zijn gebleven bij vers 8. En jij wilde terug naar vers 2. Ja, niet om alles nog een keer dubbel te doen, maar gewoon omwille van dat ik ondertussen tussen onze laatste opname, die denk ik al een paar maanden geleden is, en deze die we nu doen, in de Bijbelstudie is onze laatste opname meerdere maanden geleden. De andere laatste opname is een paar dagen geleden. Dat was ook een heel leuke. Ja. Maar met de Bijbelstudie met die we nu bezig zijn, is het al een paar maanden geleden. En ik heb ondertussen nog een openbaring gehad van de Heilige Geest. In verband met wat ik u verleden keer verteld had. Of waar ik verleden keer een verhaal rondgesponnen had. Een uitleg, zal ik maar eerder zeggen. Want een verhaal spinnen rond de Bijbel, dat doen de katholieken. En de ecumenische evangelisten. Maar ik ga gewoon proberen de Bijbel op de beste manier te verstaan, gelijk dat ze kan verstaan worden. En ik hou er rekening mee dat de Bijbel, de perfecte Bijbel, en dat is de Koning James, zichzelf uitlegt. Ja. Ik heb daarvoor ook de Statenvertaling hier, online, die ik dan mee bijneem. Zo kan ik alle beide Bijbels voorlezen, zowel dus in Nederlands als in Engels. En als je wilt, kan ik er ook nog een Duitse bijpakken. Maar voor den ogenblik zal dit volstaan. Kijk, den punt die ik wil maken. Ik had toen gelezen, wat jij hier nu ook in de scherm zet, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. In Nederlands wil dat zeggen, dat Gods zonen de dochter der mensen aanzagen, dat zij schoon waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Mm-hmm. Oké? Okay? Zo verstaat het ook de kleinste luisteraar in Nederlands daarbij. Mm-hmm. En ik had toen gezegd dat veel mensen denken, hier gaat het over Nephilim en hier gaat het over engelen en engelen die zich met mensen paren en al die verkeerde leer die we in de wereld tegenkomen. Mm-hmm. Ja? In kapitel 6. Ja? Omdat het hier staat in vers 4. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, that they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. Wat je in het Nederlands dan zegt, in die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldige, die van ouds geweest zijn, mannen van name. Oké? Nu, mijn punt was toen, dat we een keer naar de vertaling gingen kijken in Esort. En dat we gezien hadden dat reuzen, of giants, die hier bedoeld zijn, dat een vertaling heeft van bullies. Ja? Mm-hmm. Wat is nu de juiste vertaling naar het Nederlands van bullies weer? Dat weet ik nu al niet meer. Mensen die je bullyen, die je pesten, ja, pestkoppen bij wijze van spreken, ja. Mensen die jou pesten, bij wijze van spreken, ja. Dat is de juiste vertaling of het juiste verstaan van die giants. Het gaat er niet over dat die mensen groot waren, want die mensen waren voor de vloed sowieso groter. En dat ziet men aan de reuze skeletten die overal gevonden worden. Ja. Dat zijn ganz normale mensen. Ja. De hele schepping, die hele aarde in die wij vandaag de dag wonen, was zo anders voor de vloed. Dat kan men zich niet voorstellen. Dat is ook zo. Als ik even mag reageren. Ik heb ontdekt dat meisjes, toen ik op het middelbaar onderwijs zat, die meisjes vielen voor dominante mannen met een brommer. Want dat was leuk.
En die domme mannen met een brommer, ja, die pikken iedere, ja, wat ze maar willen. Want zij hebben een brommer. En die kunnen naar Amsterdam rijden en weer terug. Dat waren giants. Nu mag jij. Ik stem je daar volledig mee overeen. Ja. Nu moet ik mijn draad terug oppikken. Ja, ik weet niet meer waar ik was, jong. Neem je tijd. Het is ook belangrijk dus voor de mensen die naar ons luisteren, dat ze tijd moeten nemen om ons te verstaan. Dus de aarde was een compleet andere plaats voor de vloed als het na de vloed was. Ten eerste heeft het voor de vloed nog nooit geregend. Mensen kenden geen regen. Dat is pas door de vloed gekomen. Daar gaan we nog naartoe. Als we in Genesis tot die kapitelen komen, 19 en 11, die voor, tijdens en na de vloed gaan spelen. Ja. Maar er was ook maar één plek aarde. Ja? Er was maar één plek land. Vandaag de dag hebben we ja de wereld verdeeld in verschillende continenten. Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Afrika, Australië. Maar deze verdeling bestond daarvoor niet. Voor de vloed was alles één plek, land. Ja? Daarom staat er ook in het begin in Genesis boek 1, also dus in Genesis kapitel 1, staat geschreven: And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. And it was so. Dus laat de wateren onder de hemel zich versammeln op ene plaats, en laat het droge land verschijnen. Ja. En zo was het. Dat en dat droge land is een heel belangrijk facet geweest. En dat droge land was dus één plek land. Ja, 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 klopt. Ja, even om te interrumperen. Maar als je Zuid-Amerika inschuift tegen Afrika, dan zie je dat het past. Niet als een jigsaw puzzel, maar ongeveer past het. Jij mag verder. Dat is als je alle continenten van deze aarde bijeenschuift. Je ziet dat het allemaal past met alle dingen die daartussen verloren gegaan zijn. We mogen ja niet vergeten, de aarde is een compleet andere plek. Iets gelijk de Atlantische Oceaan, die vandaag de dag duizenden kilometers verschil maakt tussen het Europese vastland en de Noord-Amerikaanse continent. Dat was ja toen nog niet. En nu is daar een heel diepe graaf in. En daar kan men zelfs vanuit het heelal, bij wijze van spreken, dus van heel boven, kun je dat zelf zien. Deze scheur die door de aarde gaat. Dat is waar de fountains, waar de bronnen van de aarde opengebroken zijn en water uit de aarde vandaar naar omhoog kwam. Weet je, het is ja zo. Mensen lezen de Bijbel en verstaan ze niet. En ik heb nog altijd iets wat ik persoonlijk niet versta, maar wat meer en meer, hoe meer ik daarover nadenk, des te meer wijsheid vergaar ik erover om het te verstaan. Als we eventjes een keer gaan naar Exodus, dat is het tweede boek, Mose, kapitel 20, daar komen we bij de 10 geboden. Daar staat in het tweede gebod: Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness. Dat is mijn favoriet, ja. Or any likeness of anything that is in heaven above, dat verstaan wij, ja? Wat boven de hemel is, oké? Or that is in the earth beneath, wat onder op de aarde is, dat verstaan we ook, hè? Nee. Maar nu komt het. Or that is in the water under the earth. Waar is er water onder de aarde? Daar kan hem ja niet de oceanen mee bedoelen. Nee. Helemaal niet. Daar kan hem niet dat water mee bedoelen dat hier op deze aarde is. Want het is het water dat onder de aarde is. Ja. Als iets onder de aarde is, pas op, dan gaan we in een discussie die vele mensen ons graag zouden horen voeren, die ik nooit aanga. Ja. Is de aarde rond of is ze plat? Nee, die discussie gaan we daar wel. Maar dat wordt wel lachen als wij die discussie ooit aan zouden gaan. Deze van Jezuïeten gestichte discussie om de rest van de christenheid die er nog over is te verdelen, daar ga ik niet aan meedoen. Nee, ja? Natuurlijk niet. Nee. Maar ik ga me houden aan de Bijbel. Ja. En de Bijbel zegt op verschillende plaatsen dat de aarde gebaseerd is op pilaars. Ja?
dat ze op pijlers aan het rusten is. Pilaren. Op pilaren, ja, oké. Op pilaren en al zo van die dingen. Dus ik ga helemaal niet daarop in, op dat dingen. Maar het is gewoon van, als ik hier in Exodus lees, all that is in the water under the earth, excuseer, dan vraag ik mij, over welk water spreekt hij hier? Ik mag me geen afbeeldingen maken van in de hemel, is goed, die kan ik zien. Ik mag me geen afbeeldingen maken van iets wat op de aarde is, oké, dat kan ik begrijpen. Ik mag geen steen, geen hout, geen weet ik veel wat kan pakken, of een ander metaal en mij daar een afbeelding van maken, dat begrijp ik. Ja. Maar wat is in het water onder de aarde? Niet het water, niet onderaan het water op de aarde of iets, nee, het water onder de aarde, dat versta ik niet. Oké? En zo blijft de Bijbel ons altijd raadsels opgeven die pas op een later tijdstip met meer Bijbelstudie onthuld worden. En zo'n onthulling ben ik nu tegengekomen. Dat is het punt waarom ik terug wil gaan naar kapitel 6, vers 2 en vers 4, die ik juist gelezen had in Genesis. Ja. Nu moeten we eens een keer onze Bijbel bij de hand nemen. En ik heb hier mijn online-Bijbel ter hulp. En ik heb de King James geopend op Luke. Ja, dus het kapitel. Het evangelie van Lucas in het Nieuwe Testament. Kunt je ook eens een keer doen op je scherm, om de mensen dat mee te delen, wat we hier bezig zijn. Lucas, het derde kapitel. 1 seconde, mijn broeder. Ja, doe maar. Daarom zeg ik het maar. Ja, je moet nog een heel stuk naar beneden. Ja, daar zei de. Luke. Daar zei de. Luke. Luke, kapitel 3. En dan vers 38. Dat is de laatste vers. Ik doe hem gewoon even, maar dat maakt niet zoveel uit, want ik ben met dezelfde King James. Mijn Mac is weer heel erg traag, mijn broeder. Maar... Ja, ik ben gewoon met de Bijbel een beetje rapper als jij. Ik ga gewoon. Ja, jij hebt die analoge Bijbel. Ik zit hier digitaal te scrollen. Dus vers 38. Vers 38, daar lezen wij. Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Rinkelt er een belletje? Adam was the son of God. Ja. Het gaat hier over de linie die wij bespreken in feite over Jezus. En ik wil daar nu helemaal niet op ingaan. Lees dan kapitel 3 voor jezelf. De punt die belangrijk is, we gaan hier in de laatste 3 versen spreken over de generaties in de tijd van het boek Genesis. Ja? Which was the son of Canaan, which was the son of Arphaxad, which was the son of Sem, which was the son of Noah, which was the son of Lamech. Ja? Dus hier zijn we na de vloed bezig. Die was de zoon van Sem. Sem was de zoon van Noah. Ja? So, Noah had 3 zonen. En 3 zonen en 3 van, en van elke zoon die vrouw waren overlevenden naast Noah en zijn vrouw op de ark. Daar komen we nog over te spreken. Ja. Nu, Lamech was van voor de vloed. Lamech was de zoon van Methuselah, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Malil, which was the son of Canaan, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Nu. Heb je Adam, mooi voorgelezen, moet ik zeggen. Adam was dus de zoon van God. Ja, natuurlijk. En alles wat uit zijn lijn voortkwam, uit de rechte lijn, want we hebben 2 lijnen van Adam. Wat uit de rechte lijn voorkwam, die wij gemanifesteerd hebben, als we het boek van Genesis in het begin gelezen hebben, kapitel 3 was denk ik, of 4, Seth, dat was de juiste lijn. Hè? Die eerste 2 kinderen van Adam en Eva waren Kain en Abel. Mm-hmm. Kain heeft Abel geslagen, die is doodgegaan. Kain is uit het paradijs gesmeten geweest. Dan heeft Eva een nieuwe zoon gekregen. Die was Enos. En dan, of een andere zoon, ik weet niet meer die naam precies. En dan had je nog een zoon die ze gekregen had, Seth. Mm-hmm. Dat was de 4e zoon van haar. En God heeft in Genesis 3, vers 15 gezegd dat hij vijandschap wil zaaien tussen de zaad van de vrouw en de zaad van de slang. Dus
We zijn daar eventjes mee bezig. Bijbelstudie is... Je kunt niet zeggen, ik pik dit of dat en je bent vertrokken. Hè? Ja, ja. Sorry daarvoor, maar Bijbelstudie gaat echt heen en weer. Hè? Ja, ja. Dus we weten dat uit de lijn van Seth, bij wijze van spreken, dat dat de goede lijn was. Dat dat uiteindelijk de lijn was die God beschermd heeft tot de geboorte van Jezus Christus. Waarmee dat hij die profetie, zal ik bijna kunnen zeggen, van 3:15. Wat geen profetie is, maar wat gewoon een mededeling is van de Heer. Ik zal dat doen en dan doe ik dat ook. Ja? Daarom is het geen profetie, maar God heeft gezegd, want ik doe dat. En Jezus geboorte, als je dan naar het eerste kapitel van Matthäus gaat en je ziet de generaties die daartoe leiden tot de geboorte van Jezus Christus, dan zie je dat God zijn woord gehouden heeft. Natuurlijk, want God houdt altijd zijn woord. Ja, natuurlijk. Dat kan niet anders. Maar het belangrijke punt is dat we hier verstaan dat hier staat dat Adam de zoon van God was. Ja. En dat daarmee zes, hoe was de zoon van Adam, ook de zoon van God is. De kleinzoon, kun je dan zeggen, maar de zoon. Ja. Want Z is uit de rechte lijn. Ja? Ja. En alles wat de nakomelingen zijn van Z, zijn ook van de rechte lijn. Genesis 3:15. Ja? De lijn, de zaad van de vrouw. Wat is de vrouw? De kerk. De bruid van Jezus Christus. Uh-huh. Ja? En dus in Lucas 3:38 lezen wij dat als wij kapitel 6 van Genesis lezen, that the sons of God saw the daughters of men, hier zien we een bevestiging van wat ik altijd gezegd heb, van dat het hier over de rechte lijn gaat. Over die lijn die afstamt van Seth. Uh-huh. Die rechte lijn waar God in 3:15 gezegd heeft van, ik ga vijandschap zaaien tussen deze twee lijnen. En deze lijn is de lijn van de zonen van God. En hier hebben we daar bevestiging van. Ja? En dat is een openbaring die mij door de Heilige Geest een paar weken geleden ingegeven geweest. En ik zeg, ik vind dat zo belangrijk, dat we daar eens een keer op neergaan. Ja? Terecht. En dus vandaar, Lucas 3:38 verstaat dat in samenhang met Genesis 6 vers 2 en 6 vers 4. En dan begrijp je dat het niet over quote-unquote Nephilim gaat, want Nephilim is het originele Hebreeuwse woord, dus daar gaat het wel over, maar dat deze Nephilim geen buitenaardse wezens zijn, of geen gevallen engelen, of andere soort engelen, maar dat het gewoon daarover gaat, dat het bullies zijn, deze giants, en dat de zonen van God die zonen zijn, die uit de rechte lijn komen, die van de zaad van Adam afstammen, in de zaad van Seth. Ja. Yep. I get you. Dat was die punt die ik wilde maken. Ja, geen probleem. Voordat wij beginnen met de Bijbelstudie. Voordat wij beginnen met de Bijbelstudie. Ja, dat is erg belangrijk. Vroeger ging ik op Bijbelstudie, maar dan moest ik met een strippenkaart met de bus naar Amsterdam en dan met de tram naar de Linnaeusstraat. En dan moest je een euro meenemen voor de thee. Ja. En nu doen we het gratis. Ja. Ja. Het wordt steeds economischer. Karl Marx all over the place. Oké, laten we hem oppakken. Ja. Vers 8. Ik wilde dat alleen eventjes hier mijn Firefox ook eens een keer gaan doen. Dan heb ik het gemakkelijker, want dan hou ik het Skype hier in het oog met jouw scherm. Ah, ja. En dan heb ik hier de Statenvertaling in mijn Firefox nu geopend. Dan kan ik allebei zien als naast elkaar. Allee ja, zwart, goed. Dus, We beginnen met vers 7. Wij gaan verder met vers 6 in de eerste plaats. Is goed, ja. In deze 6, vers 6, waar staat: And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Erg, hè? In Vlaams lezen wij: Toen berouwde het den Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte hem aan zijn hart. Ja. Omdat hij zag in vers 5. Dat de kwaadheid, de boosheid van de mens alleen maar menigvuldig was. Ja? Ja. De boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. Daarom heeft het hem berouwd
dat hij de mens gemaakt heeft. En in vers 7 gaan we verder en lezen, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. Ik zal zeggen van gade, jij maar met de Nederlandse vertaling door als jij dat wilt, anders heb je niks te zeggen heel de tijd. Dat is ook niet die idee daarvan. Nee, maar je hebt de Statenvertaling. Ja, die kunde jij toch ook hebben? Ja, natuurlijk. Ja. Ik zal eventjes voordoen hoe dat moet. Ja, S-T-A, ja, bij mij is dat ingesteld. Ja, ik geef ze hier. Ik heb een link hier. Ik ga gewoon op Skype nee, en klik nee, op nee, link. Nee, dat kan ik toch zelf wel doen, man. Een Oude Testament, we waren bij Exodus. Ja, Oude Testament, Genesis. En dan kapitel 6. Kapitel 6. Boven Genesis 1, dan moet je naar 6 gaan. Ja, ik heb het zo van elkaar. Of daar beneden kunnen we ook doen, ja. Hoppakee. Ken je deze website? Ik heb die zelf hier op mijn computer, ja. Mm. Nou ja, dat is de Statenvertaling online, ja. En nu ga ik dus even, dan pak ik hem op bij vers 5. Vers 7. Vers 7, oké. Okay. En de Heere zeide, ik zal den mens, dien ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem. Van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels toe. Want het berouwt mij dat ik hem gemaakt heb. Dat is echt wel horror is dit, hoor. Ja. Ja, maar ja, daar moeten we niet al te veel commentaar op geven. Want deze is nogal self-explanatory, zoals in Engels zeggen. Dat legt hij nogal zelf uit, ja, hè? Het loopt goed af. Ja. En hij wil dus de hele mensheid vernietigen. Maar in vers 8 lesen wir dann Hope for the mensheit. Want der staat, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Exact, en daar waren we gebleven. Maar Noach vond genade in de ogen des Heren. En dan gaan we dus vandaag verder studeren en we lesen hier in vers 9. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Moet ik even meescrollen, hoor. Ja, ik dacht dat je de Statenvertaling... Nee. Ik wil die Engelse er even bij halen. Ah zo, ja, oké. Okay. Jij was gebleven bij vers 9. These the generations of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. Dus zonder dat schuinschrift, hè? Ja, ik lees het altijd met de schuinschrift, maar... Kijk, je kunt zeggen van, als je ze één leest, dan moet je ze allemaal lezen. Vaak is het voor het beter verstand goed ze mee te lezen. Ik heb ook deze, tussen aanhalingstekens, eigenschap van de King James Bijbel in de Statenvertaling of in mijn Duitse vertaling tot nu toe nog niet tegengekomen. Daar staan die woorden ook allemaal daarmee in, maar zonder dat ze extra aangevuld zijn. En dat vind ik nog altijd het mooie aan de King James. De King James geeft dus duidelijk aan, als er woorden toegevoegd zijn die niet in de originele scrollen staan, dan zijn ze in cursief geprint, gelijk dat je hier met hebt and. Ja? Noah was a just man and perfect in his generations. Ja, and staat niet in de originele dingen. Maar goed, daar wil ik nu geen discussie over de lat breken. Nee, dat is ook niet belangrijk. Nee. Maar belangrijk is, Perry, dat je mij eens een keer een vraag beantwoordt. Hoezo was Noah juist of correct, ne, zoals het stond hier in vers 9, hoezo was Noah rechtvaardig? Geen flauw idee. Ja, hij maakte een boot. Dat was een vrucht van zijn daden. Oké, Noah is rechtvaardig. Is dat die enige keer dat een mens van God of in de Bijbel als rechtvaardig beschreven wordt? Nee, want we hebben dat ook nog met Abraham later. Ook Abraham was rechtvaardig in de ogen van de Heer. Hoe kunde rechtvaardig in de ogen van de Heer zijn? Als je zich aan zijn wetten houdt.
Als je je aan de geboden en ordinaties van de Heer houdt, dan kunde jij oprecht zijn in de ogen van de Heer. En als je gelooft aan de Heer die u gemaakt heeft, dan zijde jij rechtvaardig. Dat is toch vandaag de dag met ons christen niet anders. Wij worden toch rechtvaardig gemaakt door Jezus Christus, door het geloof. Dat geloof dat ons ingegeven is door de genade van de Heer, door zijn grace, zoals we in Engels zeggen, want ik ken dat nu. Zijn gratie. Ja, zijn gratie. Zijn gratie, ja. Die gratie die een geschenk is. En als we dan deze gratie aannemen en geloven, dan worden we rechtvaardig gemaakt voor de Heer. Deze rechtvaardigheid was altijd al dezelfde van begin van de mensheid aan. Daar is geen verschil tussen het zogenoemde Oude Testament, dat ik noem de wet en de profeten, en het Nieuwe Testament, dat gesticht werd met Jezus Christus, die zijn bloed vergoten heeft voor ons aan het kruis voor de vergeving van onze zonde. Hij had zoveel van ons gehouden, of hij hield zoveel van ons, of hij houdt zoveel van ons, dat hij voor ons tot zonde geworden is. Ja? En dat is ons rechtvaardig maken. Dat is een gratie van God, dat is een geschenk van God. En ja. Noah was rechtvaardig, die heeft eveneens, door zijn geloof is hem rechtvaardig. Anders kun je dan niet rechtvaardig zijn, want God is geen respecter of persons, zeggen ze in Engels. God respecteert geen persoon. Ja, ja? Klopt. Beacht geen persoon, of hoe zegt men dat in Nederland? Ja, het gaat God niet om jou. Precies. Ja, niet om het individu. Hè. Het individu maakt hem niet uit. Individu om jou. Het gaat God om iedereen. In elk geval heeft hij geen persoonlijke voorkeur. Ja? Dus hij gaat u niks bijzonders geven, bij wijze van spreken, omdat jij het bent. Ja, exact. Maar hij doet dat voor alle mensen tegelijk. En er zijn mensen die nemen het aan, die zijn rechtvaardig. En er zijn mensen die nemen het niet aan, die zijn verdoemd. Ja. Zo simpel is het in feite. Oké? Maar ik vond het belangrijk dat we nog eventjes daarop ingaan van waarom is Noah rechtvaardig? Wel, om rechtvaardig te zijn voor God moet je wat? Je moet in hem geloven en je moet hem respecteren en je moet hem de eer toelaten komen, die eer die hij eist, die hem toekomt. Waar hem recht op heeft. Ja. Anders onteer je hem. Ja. En in deze wereld, waar God zegt van, in vers 5, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, daar was er maar één die deze boosheid niet in zijn hart had, maar die een besneden hart had, die niet besneden was in het vlees van zijn penis, maar die besneden was in het hart, en daardoor was hem oprecht en rechtvaardig, en dat heeft God hem vergoed. En hoe dat hem dat vergoed heeft, dat lezen we dan vanaf vers 9. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. And Noah begat 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Ja? Before, wil hier zeggen voor de Heer, niet voordat de Heer daar was. Want dat bestaat niet, want die was altijd. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Ja, ik wil maar zeggen, van, het is altijd een kwestie van hoe men dat leest. Hè? Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. Dat is in de Nederlandstalige vertaling is dat beter als in de Engelse. De Engelse laat bijna ruimte toe tot discussie. Ja? Als we lezen, the earth was also corrupt before God, kunnen we zeggen van before in tijd en niet before in zicht. Ja? Mm-hmm. Alhoewel dat we hier dus before in zicht moeten verstaan. Want ik heb de Statenvertaling nu even voorstaan. Daar leest men, maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vervuld met wrevel. Oké, geht weiter. In vers 12 lezen we dan. In vers 12. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt. For all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Nu jij. Oké, dan moet ik even terug naar de Statenvertaling.
Kijk. Dat is vers 12, hè? Toen zag God de aarde en ziet, zij was verdorven. Want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot Noach: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met wrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Wow. Met andere woorden, God ziet geen andere mogelijkheid om al dat kwaad uit de aarde weg te doen dan de hele, op dit ogenblik bestaande mensheid op een paar mensen na te vernietigen. Ja. Voilà. Dat is de enige manier hoe dat hem van deze kanker kan afgeraken. Ja. Ja? Heel mooi, heel mooi. Met de computer zeggen we... Goed benadrukt, Jörg. Ja, dank je. Met de computer zeggen we druk een keer op reboot. Huh? Zoals jij dat straks deed. Vers 14 dan. Ja. An ark of gopher wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above. And the door of the ark shalt thou set in the side thereof, with lower, second, and third stories shalt thou make it. And behold, I do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. Yeah. Tot hier, ja, in de Koning James Bijbel. Want dat zijn samenhangende tekststukken die men niet echt uit elkaar hoeft te plakken om ze te verstaan. Interessant is wel dat Noah hier niet spreekt van gaan schip bouwen. Hij spreekt niet van een schip, hij spreekt van een ark. Kenden de mensen toen nog geen schepen? Waarschijnlijk niet. Want ze leefden op één grote continent, waar ergens heel ver misschien de zee was. Maar dat moet wel heel ver geweest zijn, aangezien dat wij weten waar dat de mens ontstaan is, waar dat het paradijs was, waar dat de Garten Eden ongeveer was, in de plaats waar vandaag de dag Irak is. En als je de hele aarde comprimeert tot één groot stuk land, dan was er dan niet echt ergens in de buurt een meer of een oceaan. Want het was allemaal één landmas. Ja. Dus kenden ze als schepen? Ik veronderstel zelfs van niet. En daarom zegt God hier, maak een ark. Wist hij wat een ark was? Nee. Maar God geeft hem dan direct mee en zegt, kijk, jij moet een ding maken van hout. En je moet dat ding van hout maken en dan moet je daar met, in vers 14, hoe dat dat zegt. Zal ik even het Nederlands voorlezen? Ja, kunde je direct, maar ik wil alleen even nog een keer mijn uitleg geven. En dan, ja, doe maar. Lees eerst maar een keer het Nederlands en dan doe ik mijn uitleg dan. Of je komt dat flinke tijdens het lezen. Ja. Op het Nederlands. Maak u een ark van goverhout. Met kameren zult gij deze ark maken. En gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. Dus hij zegt hier heel duidelijk wat hij moet maken. Hij zegt niet van maak een schip of bouw een huis of een hoge toren of iets. Nee. Hij zegt maak een ark. En dan zegt hem verder in vers 15. Nee, maar laten we stilstaan bij pek. Ja, dat pek is belangrijk. Hij moet het dus afdichten tegen water. Hè? Dat is wat men met pek doet. Ja. Ja, in het Nederlands heb je dat gezegd, in het Duits ook. Pech gehaapt, hatten of zo. Pech gehaapt, ja. Pech gehaapt. Pech, ja, dat is ongeluk, hè? Ja, maar ik ben in een Duitse vakantie met de moeder van mijn kind en ik een kind. En dan kregen we een rondleiding. En dan zag je dus ook dat boven die poort, er zat een gat erbovenin. En daar stonden de soldaten met emmers met hete pek.
En als je een pek over je heen krijgt, ja, dat is, ja, dan hoef je de volgende dag niet naar de kapper. Hè? Is pech gehaapt. Ja, laat me eens een keer gaan kijken hoe dat dan in de Duitse Bijbel staat, in de Schlachter 2000. Oh ja, gern, daar, ja. Staat dan in, mach dir eine Arche aus Tannenholz, in Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Ja, ja. Pech, ja. Das ist gewoon Koolstoff. Ja, das von der Schlachter 2000, das ist der Textus Receptus Bijbel. Een Masoretische tekstbijbel uit het Oude Testament, ja. In Duits. Ja. Ja. Oké, vers 15. Ja. En aldus is het dat gij haar maken zult. 300 ellen zij de lengte der ark. 50 ellen haar breedte. En 30 ellen haar hoogte. Ja. Een el is een stukje van je arm, hè? Dat is 50 centimeter of zo. Aber als je een echt goede Bijbel je eigen kan noemen, dan heb je deze maten en gewichten, zoals ze in de Bijbel gebruikt worden, van voor of van achter in je Bijbel verklaard. Mm-hmm. In mijn Koning James hier bijvoorbeeld, mm-hmm. Moet ik eens een keer helemaal naar achter gaan. Measures of length, daar staat er hier bijvoorbeeld. Cubit, ja, dat is dat woord wat hij hier gebruikt. Na? Mm-hmm. Zijn cubits, ne, in de King James. 1 cubit zijn 18 inches. Ja, dat is dus 40, 50 centimeter. En dat kun je dus heel simpel omrekenen, want een inch is 3,5 centimeter of zoiets, hè? Ja, boven de 2, ja? Ja. Dus heel simpel, kijk. In mijn Koning James staat, wat is a day's journey, a Roman mile, Sabbath day journey, stadion, rod, fathom, pace, cubit, span, hand, breadth and finger. Mm-hmm. En dus al deze maten staan hier van achter. Dus je weet heel precies, of je kunt heel precies in onze mate van vandaag omrekenen hoe groot de ark zou moeten geweest zijn. Mm-hmm. Die overigens, kleine informatie hiernaast, gevonden is. Ja? Ron Wyatt, onder andere, heeft de ark ontdekt. Er bestaan videofilms op YouTube van dat je een keer kunt gaan bekijken als je dat wenst. Maar laat ons een keer verder gaan. Dus jij hebt vers 14 uitgelezen nu. Ja. En dan 15 heb je ook juist gelezen. Dus dan moet je nog naar 16 en 17 gaan. Ja. Gij zult een venster aan de ark maken en zult haar volmaken tot een elle van boven. En de deur der ark zult gij in haar zijde zetten. Gij zult ze met het onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Prachtig taalgebruik. Ja, dat is mij ook al opgevallen. De Statenvertaling is van 1637. Oh. En die gebruikt nog heel veel Oud-Nederlands. Mm-hmm. Zoals de Koning James, die van 1611 is, nog heel veel Oud-Engels gebruikt. Mm-hmm. En spijtig genoeg is ook de Statenvertaling, dat bestaat in NSTW, ja, een nieuwe Statenvertaling. Ja, ja. En daar hebben ze waarschijnlijk minstens dezelfde verkrachting mee gedaan als dat ze met de NKJV gedaan hebben, als ze de Koning James zogezegd vernieuwd hebben. Ja. Die niet vernieuwd is, maar die gecorrumpeerd is. Dus aan iedereen zou ik toch aanraden, word een keer dit oud-Nederlands gewoon. Ik persoonlijk, zoals Perry daar ook juist zegt, prachtig. Ik vind het prachtig om te lezen. Het geeft je een veel betere woordenschat als dat wat we vandaag gebruiken. En het geeft je ook de mogelijkheid, want de Statenvertaling gebruikt geen enkel woord Engels of weet ik veel wat daarin. Ze gebruiken overal Nederlandse uitdrukkingen voor. Ja. En jullie in Nederland hebben hetzelfde probleem als wij hier in België en zeker in Duitsland. Namelijk de verengelsing van onze taal. Ja. De verkrachting en uiteindelijk de vernietiging van onze taal. Doordat die geïnfiltreerd wordt door andere talen. Ja? Ja. En ik denk dat het in Nederland niet anders is als in Duitsland of in België. Als je vandaag de dag een vergadering in een of andere firma gaat deelnemen. Of waar het over marketing of weet ik veel wat gaat.
dat je van Engelse termen van rechts en links rond je oren gesmeten krijgt. Ja, ja. En dat je niet meer heel veel van je eigen moedertaal dan nog moet gebruiken. Voor het geval dat die Nederlands is. Ja. Ja. Dus ja, Dietz, ik zeg dat maar. Dietz, zeg ik dan het liefst. Wij praten hier Sumpfdeutsch. Sumpfdeutsch. Ik heb jou het lachen gekregen. Ja, dat is tegenwoordig niet moeilijk. Ik lach graag. Ik lach graag. Kijk, die onderwerpen met die we hier bezig zijn, die zijn redelijk serieus op zichzelf. Behoorlijk, ja, behoorlijk. Maar echt heel zwaar. Maar als men daarnaast vergeet te lachen en als men daarnaast vergeet een beetje humor te bezitten, dan is dat allemaal heel erg, vind ik persoonlijk. Want het leven is al erg genoeg. En als je de mensen niet met serieuze dingen kan krijgen, dan kan je ze misschien met een grap overtuigen om beter naar jou te luisteren. Ja, het mooiste vind ik een lach die je niet kan onderdrukken. Dat je zelf moet lachen. Dat je er niet tegen kan. Ik moet gewoon lachen. Dat is waar. Dat is de meest overtuigende lach. Je hebt ook op de Nederlandse tv, en dat weet je ook vast in Duitsland, uit je ingeblikte lach. Dan gaat er iemand een lach omheen doen en dan is het grappig. Ja, dat is dat publiek dat er zo gezegd is in deze dergelijke opnames. Ja. Maar dat is niet grappig. Niet echt om te lachen, vind ik hoor. Het liefste hoor ik mensen die niet... zoals jij en ik nu, we gaan serieus doen. En af en toe breek je uit in lachen. Ja, en dat is lachwekkend. Over deze ingeblikte lach kan men lachen, maar niet per se over dat wat gezegd wordt en wat zo gezegd dat lachen zou hervorbrengen. Ja. Laat het zo een keer zeggen. Dat moet maar goed, gaan we een keer verder in Genesis 6. Ja. Jij pakt het Engels weer. Vers 18 in de Koning James nu, ja? But with thee, that is Noah, persoonlijk aangesproken hier. But with thee will I establish my covenant. And thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. Man, dat is heavy. Nee, dit moet ik gelijk op het Nederlands. Dus 18. Geen probleem. Geen probleem. Ik vind het heel belangrijk dat we dit hier ook heel goed verstaan. Hij zegt hier, met u zal ik mijn verbond oprichten. Ja. Waarom is dat zo belangrijk, met hem, met zijn verbond oprichten met hem, met Noah? Wel, als we een keer een beetje naar voren gaan, een beetje verder in de toekomst gaan kijken, wat we op basis van deze Bijbel kunnen gaan doen, dan zien wij in kapitel... Tien zou dat moeten zijn. Nee, zelfs negen is het. Ja, het is kapitel 9. And da sagt er in Vers 12, and God said, this is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations. Das ist das Kapitel 9 von Genesis, Vers 12. Das warum hier in 6, 18 sagt, with thee will I establish my covenant, zegt hij in kapitel 9, vers 12, between a covenant which I, God, make between me and you and every living creature. Dus hier in 6, 19, of 18, ja sorry, ik ben hier met mijn King James Bible. In 6, 18 maakt hij duidelijk een covenant, een contract, een bond, ja, een bond met Noah alleen, waarentegen hij in 9 vers 12 een bond maakt met Noah en met elke levende creatuur die met u is. Zonder meer. For perpetual generations. Perpetual in dit geval is voor alle komende generaties. Ja. En dat is nog later heel belangrijk. Ik ben daar op dit ogenblik heel veel mee bezig geweest, want ik heb al 6 uitzendingen ik gedaan. Ik heb een interruptie. Even voor de kijkeraars. Hier in mijn huis komen af en toe insecten. Vliegen.
En die zijn moeilijk te vangen. Je kan ze doodslaan, maar dat is niet moeilijk. Ik doe dat niet. En laatst, die vliegen zijn denk ik nu gestorven. Overleden aan het vliegen. En die vlieg die zat op het toetsenbord van mijn Macintosh en die keek mij aan met zijn facetogen. En ik zei, hallo vlieg. Ben ik daarmee goddelijk? Ik weet het niet. Maar het is wel de bedoeling. Niet bang zijn, respect hebben voor alles wat leeft. Nu mag jij weer, Jörg. Ja, vind ik mooi gezegd van jou. En ik was ook een hele tijd zo. Er was meer dan 1 jaar dat ik nog een vlieg, nog een mug of iets gedood heb. Ondertussen zijn ze me zo erg aan het enerveren dat ik hier wel een vliegenmepper heb staan en dat ik er af en toe een keer op knal als ze gewoon te zot kan doen. Maar in principe, Perry, moet ik je gelijk geven en ik ben daar fout in. Ik zou dat eigenlijk niet mogen doen. Ik geef je gelijk. En men zegt ja ook, je hebt dat spreekwoord, ik kan geen vlieg iets aandoen. Ja, geen vlieg dood kunnen slaan, ja. Hij slaat geen vlieg dood. Ja, in Duits zeggen we, ik kan keine Fliege was zu leiden tun. Ja. En dat is in feite ook zo. En dat doet me elke keer pijn als ik het doe. En elke keer terug zeg ik van, Jörg, stop ermee. Doe dat niet. En ja, ik moet daar weer terug meer naar mij luisteren en moet dat minder gaan doen. Maar goed, die punt die ik wilde maken is, dat ik 6 uitzendingen al gedaan heb met de titel Is homoseksualiteit geneesbaar? Ja, in Duits. Een bijbelstudie die 6? Ik zelf aanga. 6? Ik heb tot nu toe 6 gedaan, ja. En ik ga nog minstens 1 of 2 gaan doen voordat ik met dat kapitel door ben. Ja. 8 uur? Over de geneesbaarheid der sodomie? Ja. Man, en eet je wel genoeg? Ja, kijk, ik heb van zo'n prachtig koppel in Frankfurt, in Duitsland, een pakket gekregen. Die hebben me al verschillende pakketten gestuurd. Maar in dat laatste pakket waren er 2 boeken erin. Volume 1 en volume 2 van Karl Olof Rosenius. Dat is een Zweedse protestant uit de 19e eeuw. Die dit boek geschreven heeft tussen 1860 en 1866. Deze 2 banden, deze 2 volumes, zijn in totaal 1370 bladzijden en houden zich alleen bezig met de analyse van de brief aan de Romeinen. Oké? Okay? Ja. En ik was al lang van plan om een video te maken over sodomie. Waar komt het vandaan? Ja, onzin. En hoe kan het genezen worden? Of is het überhaupt iets dat genezen moet worden? Is het een ziekte? Of wat is dat? Wat kunnen we daartegen doen? Het is onvolkomenheid, okay. Is het. Ja, goed, oké, okay, want daar wil ik nu niet op neer. Dat bespreek ik ja in deze video's. En dus ik heb gezegd van, oké, dan ga ik deze Bibelstudie van Rosenius, ga ik dan een keer voorlezen als boek. Ik wist niet waarom ik begonnen ben. Ik heb een doos van Pandora geopend, want uiteindelijk ben ik begonnen, gelijk ik gezegd had, in vers 15 van Romeinen 1. Omwille van daartussen vers 15 en 32, dat zijn alle versen die Romeinen 1 bevat, dat daar echt naar aanleiding naartoe gegaan wordt, dat men verstaat waar sodomie vandaan komt. Ja, okay. En ik heb dus in 6 video's ben ik er daadwerkelijk in geslaagd om tussen vers 15 tot 27 te komen. Ik wil nu een cliffhanger maken. Ja, doe maar. Ja. Dus ik sluit af en dat mensen ik laat de opname gewoon doorlopen. Maar mensen, als je wil weten over waar Jörg het over heeft, dan moet je naar de volgende uitzending luisteren. En dan gaan we het hebben over sodomie. Waar komt dat vandaan? Wel, Wim T. Schippers is een befaamde Nederlandse dichter, regisseur en een hele aardige man. En die is bij de Vrije Protestantse radioomroep is die er uitgedonderd in een vuilnisbak. En die heeft gezegd, waar moet dat heen? Hoe moet dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Dat is de Nederlandse Kamagurga. Nou, jullie willen nog meer lachen, hoop ik. Dus de volgende uitzending ga je doen. En op de Hamburg zeg ik heel snel tjus en dag lievers.